echt een heel strak schema vandaag, dus we moeten al natuurlijk op tijd weer vertrekken en op tijd aankomen. Talen die daar staan, dus er wordt allemaal gemaakt voor de doorplet voor het zin. Dit is een landelijk monument van de commando's die hier op 1 november 1944 verlangd zijn vanuit Breskens voor de bevrijding van Walcheren. Het eiland Walcheren is onder water gezet. Het hele eiland stond onder water. De Duitsers waren in feite vastgepind. De Duitsers die hadden de zogenaamde Atlantiek Malt. Die stonden langs de hele kust van had de Portugal. Tot aan Moenaar gaat het eenvoudig de verdedigingslinie van de Duitsers. En hier ook hier in het Vlissingen stond een zeer zwaar geschut. In de loop der oorlog zijn zeker 3-4 bijbehorende beestjes gevallen. In Westerpelle nog veel meer. Dat het beroemde oorlogsverhaal van Westerpelle is. Dat toen Walcheren werd gebombardeerd en de dijken doorbraken en de zaak om de waterkant te staan. Dat daar mensen zich gesteld hebben in de molen, in de kelder van de molen. Alleen de molen was ingestort en men kon er niet meer uit, is de 70 de complete Engelse oorlogsvloot heeft verwoest. De slag bij Chatham. En hier is dat ding neergelegd en hij wordt onderhouden. En dan denk ik dat het voor zo lang het duurt door vrijwilligers.